Het overkomt me zo vaak dat ik na een lange werkdag eigenlijk geen zin meer heb om te koken. En als jij dat nou ook vaak hebt, dan heb ik vandaag een heel fijn recept voor je. We maken namelijk vandaag mijn super snelle bami. Onze snelle bami is ook echt een hele snelle bami. Je hebt er maar weinig ingrediënten voor nodig en de handelingen zijn ook super simpel. Ik zet in ieder geval hier vast het water op voor de noedels. Maakt niet uit wat voor noedels je gebruikt. Ik kijk altijd naar wat ik in huis heb en toevallig zijn dat vandaag sobanoedels. En ik heb hier een wokpan staan. Daar zit een beetje olie in en daar doe ik ook vast de ui bij. Shallotje eigenlijk, wel goed zeggen. En daar pers ik de teentjes knoflook bovenuit. Allemaal om ervoor te zorgen dat die shallot en de knoflook zometeen niet gaan verbranden in de olie. Shallot en die knoflook die fruiten we even lekker aan totdat ze goed beginnen te geuren. En als je dan ziet dat de shallot glazen begint te worden en je de knoflook heel goed ruikt, mogen de kippendijblokjes in de pan. Je kunt hier ook voor, kippenfilet voor gebruiken, hamblokjes, wat je eigenlijk ook maar in huis hebt. En dan bakken we deze even lekker mee. Laten van de noedels kookt. Noedels hebben 4 minuutjes nodig om te koken, dus die doe ik nu in de pan. Terwijl de noedels in de pan zitten, is ook de kip een beetje gaar gebakken. Dus ik ga verder met de ingrediënten in de wokpan. Ik heb hier een blokje bouillon. Je kunt runderbouillon gebruiken, kippenbouillon. Ik heb hier toevallig groentebouillon, dus dat verkruimel ik even boven de pan. En daar voeg ik ook een beetje gembersiroop aan toe. Mocht je dat niet in huis hebben, dan gebruik je gewoon verse gember. Roer hem even goed door, net zolang totdat die bouillon een beetje oplost. Het blokje eigenlijk. En dan doe ik er voor de groenten wat tuinertjes bij. En deze komen uit de vriezer, dus ze zijn lekker groen en vers. En die bak je al omscheppend een paar minuutjes mee, totdat die ertjes lekker zacht zijn. Ondertussen zijn onze noedels gaar gekookt, dus die schep ik nu bij de rest van de ingrediënten in de wokpan. Als ik dan die noedels in de wok heb gedaan, schenk ik daar wat ketchup bij. En evenredige hoeveelheid sojasaus. Dit is zoute sojasaus. En dat scheppen we natuurlijk ook weer even goed om, zodat alle noedeltjes voorzien zijn van de smaakmakers. Tot slot mag er nog wat ei bij en daarvoor maak ik een kuiltje in het midden van de noedels. En daar schenk ik losgeklopte eitjes bij. En als je dit dan even omschept, dan stolt dat ei zich vanzelf tussen de noedels. Het omscheppen gaat ook echt het makkelijkst met behulp van 2 lepels of 2 spatels. En dit schep je net zo lang om, totdat de eieren er helemaal gestold zijn. En dan is daar mijn supersnelle bami recept. Ik probeer hier heel strategisch voor alle rommel te gaan zitten, zodat het lijkt alsof er alleen bloemen op tafel staan. Is niet zo, kijk maar. Heel erg. Maar goed, laten we gauw de bami gaan proeven. Ik heb hier een lekker kommetje vol. Ik geef toe dat hij er niet super lekker uitziet of zo. Kijk, ik zal het even van dichtbij laten zien. Zie je, het is niet echt een noedelgerecht waarvan je denkt, oh, dat ziet er zo lekker uit, dat wil ik gelijk happen. Maar hij was wel echt in, wat zal het zijn, 5 minuten? Klaar. En dat vind ik voor zo'n doordeweekse dag toch wel echt heel erg relaxed. Dus ik hoop dat de smaak het een beetje goed maakt. Ja, jam. Ja, super lekker. En dat is dus wel vet relaxed. Je hebt in nog geen kwartiertje tijd een heel lekker maaltje op tafel staan op een doordeweekse dag. Je hebt er bijna geen moeite voor hoeven te doen, maar het is wel echt heel erg lekker. Serveer dit lekker met satéetjes of zo als je daar nog tijd voor hebt. Of gewoon wat augurk en adjar. Heel erg lekker. En het is echt wel een favoriet bami recept hier in huis. Dus ik hoop dat ik je er een beetje mee heb kunnen inspireren. Dat je er wat aan hebt gehad. Laat me zeker weten als je aan de slag gaat met deze bami. Dat zou ik heel erg leuk vinden.
Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust. En anders zie ik je hopelijk heel snel weer. Doei!